Hoi, ik ben Chris en ik reis in mijn eentje door heel Europa met onbeperkt veel dromen. Oh ja, wel met een lichamelijke beperking. Ben je vrolijk? Ja, zo goed op buitenland supermarkt. Hallo. Ik ben na een fijne lange reis in Denemarken aangekomen, in Bramming. En ik slaap de aankomende dagen bij een superleuk gezin. Ik kende ze nog niet en ik heb ze net pas ontmoet. En het is een Nederlandse vader met een Deense moeder en twee ontzettend schattige kinderen. Dus echt superleuk. Ik heb helemaal zin om ze allemaal te ontmoeten en om dit leuke plaatsje Bramming in Denemarken te gaan zien. Het is een heel klein dorp, maar het ligt bij twee leuke steden waar ik zeker ook heen ga. Dus ik ben heel benieuwd en ik ga nu eerst even bijkomen. Ik kom net binnen, dus even omkleden, klaarmaken. Straks komt er een hele Deense familie hier eten, dus dat is natuurlijk ook echt super, super leuk. En ik had er heel veel zin in, dus even omkleden, rustig aan en dan gaan we zo de volle Deense tradities in. En ik heb hier een eigen kamer met een heerlijk bed. En hier heb ik zelfs een eigen ingang om naar buiten te gaan. En mijn rolstoel staat in de garage, dus dat is ook echt ideaal. Oh, heerlijk. Ja. Dan ben je vrolijk. Ja. Dan ben je vrolijk. Ja. Hallo. Nee, ik kan je handen. Nu zo. Ja, zo. En nu zo. Ho, ho. Kom eens, hallo. Met kilo. Hey. Het pillen. Nou, heel misschien. Hallo, hè. Dat is pillen. Dank u wel. Lekker. Nice. Ja? Ja. Om en om. Are you saying nice? Delicious? Lekker. 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 Hi. Oké, je zit me net in één keer te bedenken. Ik heb het gisteren ook geprobeerd, toen lukte het niet. Maar het is nu een betere tijd. Ik ga opa en oma video bellen. Heel benieuwd of dit gaat lukken. Of ze opnemen. Of ze dat ding horen. We hebben er nooit echt gevideo beld. Nu ik weg ben. Maar ik heb het helemaal geleerd. Hey! Hoe is het? Goed! Heb je de iPad aan? Nee. Niet? Ik probeer jullie steeds ook te bellen. Huh? Je zegt ik bel je even daarop, dan laat ik het je zien. Oké, tot zo. Oké. Je weg is. Ja, nou zie ik jou ook. Ja. Hey opa. Ja. En als ik op mooie plekjes ben, dan ga ik het ook laten zien. Mooie reis verder. Ja, dankjewel opa. En groetjes aan oma. Terug ik nu onderaan de knop. Dat doe ik wel. Doei doei. Doei. Doeg. Doei. Zo leuk. Ah, het is gelukt. Ik vind het leuk. Ik vind het leuk om opa ook zo even te kunnen zien. En ik merk ook als we elkaar zien dat we ook veel langere gesprekken hebben. Dus dan kan ik ook echt een beetje met elkaar praten. Dus helemaal top dit. En nog beter, het uitzicht op Grey's Anatomy. Beter kun je de ochtend niet starten.
Al zou ik de ochtend wel willen starten met wat meer energie. Maar het is logisch, want ik heb heel veel gedaan de afgelopen dagen. En ik ben wel heel blij dat ik hier zo lekker mijn ding mag doen. En een eigen kamertje heb. En ik ben ook heerlijk even de dag begonnen met mijn bonnetjes plakken in mijn dagboek. Normaal schrijf ik altijd in mijn dagboek. Maar omdat ik nu vlog, dacht ik ja, ik ga niet ook nog schrijven. Want dat kost mijn handen ook gewoon te veel. Maar wat ik wel altijd heel erg leuk vind, dat is het volgende. En dat is, dit is mijn boekje. Ik vond hem best Scandinavisch. Ik had hem al heel lang. Dus ik vond hem leuk. Maar ik plak dus alle bonnetjes en tickets en dingen plak ik dus in een boek. Nou, hier heb ik wel een keer wat geschreven. Helemaal niet een dagboek, maar gewoon een leuk stukje. Doe ik voortaan dus niet zo vaak meer. Maar hier kan je dus alleen al helemaal uitzien wat ik heb gedaan. Je ziet een ticket. Oh ja, hier heb ik geslapen. Dit heb ik gegeten. Oh ja, dit was een lekker drankje. Oh, dit was ook zo'n leuk tentje. Deze protesten kwam ik tegen. Eigenlijk uit dit soort dingetjes die je gewoon overal krijgt en normaal weggooit, kan je al zoveel informatie halen over wat je hebt gedaan. En het is zo mooi om later allemaal terug te kijken en zo'n boek vol te hebben. Dus ja, het is echt een tip als je op reis gaat. Bewaar het, plak het in. Je bent jezelf later dankbaar. Zo, ondertussen ben ik aangekleed. Ik vind het toch verrassend hoe ik met weinig kleren elke keer zoveel outfits kan maken. Maar lekker in mijn legging en truitje. Want we gaan zo heel leuk naar Esbjerg, als ik het goed heb. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar volgens mij wel. Een heel leuk stadje hier in de buurt, dus heel veel zin in. We gaan op pad. Kleine side note, we gingen niet naar Esbjerg, maar naar Riebe, want we misten de trein. Dus gingen we vandaag naar Riebe, wat heel leuk was, want ik wilde heel erg graag naar die stad toe. Riebe is namelijk de oudste stad van Scandinavië en het was ontzettend mooi. Zo goed op buitenlandse supermarkten. Gewoon kijken wat ze allemaal hebben, wat ze eten en zo. Ik bedoel, wat is dit? Geen idee. Hey, Kai. Hallo. Boodschap aan het doen? Ja. Ja. Ik dacht dat wij gek waren met hagelslag, maar hier doen ze gewoon hele repen chocola. Ja, hier doen ze hele plakaten erop, ja. En wat is dit? Het is heel zwaar. Ja, nou wat is apple is is ja. Wat is dit? Appelmoes. Yes, like moes. Oh, en dan fruit. Ja. Oh, they have peanut butter at least. Ja, 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 ja. Peanut butter en chocolate. Ja. Komen net terug uit Riebe en het was echt ontzettend leuk. En ja, die stoet en alles wat kwam. Ik vond het ontzettend leuke ervaring. En ik heb van alles geleerd over de Deense cultuur. En superveel, ja,
samen wel even heel veel verteld over de, alles daar. En mijn spraak wordt wat minder. Dus ik ga nu ook even lekker relaxen. En vanavond lekker eten. En verder een beetje rustig gaan dan vandaag. Maar het was echt heel erg leuk. Goedemorgen, ik ben alweer helemaal aangekleed en klaar, want we gaan zo weer eruit. Ik ben namelijk bij dit gezin 3 nachtjes, dus 2 volle dagen en er zijn hier 2 leuke stadjes in de buurt. Dus gisteren zijn we naar de eerste geweest en vandaag zouden we naar de andere gaan. Ik ben echt kapot, ik ben super moe, maar ik wil het wel heel erg graag zien en de tijd goed benutten die ik hier heb. Ik ben wel heel blij dat ik de week hierna een hele week op dezelfde plek blijf en de week daarna ook. Dus daar heb ik wat meer tijd om ook een beetje rustiger aan te doen. Want ik merk dat ik dat wel echt nodig heb en dat, ja, dat ik wat meer rust heb dan nodig heb dan dat, dat ik nu dit eigenlijk neem. Dus ja, ik heb wel heel erg veel zin om weg te gaan. Echt ontzettend veel zin. Het lijkt me echt super leuk om dit stadje te zien. En het is zo gezellig en ik leer hier zoveel over deze cultuur. Dus ik kan eigenlijk niet wachten om toch weg te gaan, ondanks dat ik moe ben. Maar ik ben ook wel heel blij als ik straks wat meer rust heb. En de Aziatische Deense supermarkt. Hey, pindakaas. Thank you. Ik ben weer terug uit Espiada. Wat een ontzettend leuk stadje was om een keer geweest te zijn. En ik ben ondertussen even een beetje mijn tas aan het inpakken. Want morgen vertrek ik namelijk weer naar Aarhus, een andere stad waar ik de familie ga ontmoeten. Dus ik dacht, voordat ik morgen nog dingen te doen heb, kan ik lekker rustig aandoen. Ik ga zo even een kaartje schrijven voor dit gezin waar ik het ontzettend leuk heb gehad. En dan vroeg mijn bed in, want mijn energie is op. Dus we moeten er een beetje op gaan letten. Nou ja, ik ga zo weer even gezellig naar boven. Nog even een laatste avondje. En nog even mijn laatste spullen pakken. En dan vind ik het wel weer mooi geweest voor vandaag. Zo, ik ben weer aangekleed. Ik vind het echt heel bijzonder. Want ik kon vanochtend niet meer op mijn benen staan. Echt niet. Zo ontsproerd. En ik heb ook keelpijn. Dus ik denk ook meteen, shit, misschien moet ik even testen. Maar ja, helaas kon ik hier geen test krijgen. En ga ik dat zo even op de volgende locatie doen. Als ik zo uit de trein ben richting Aarhus. Ja, dat is dus jammer. Maar ik was ook wel te verwachten. De kinderen zijn hier verkouden en de ouders waren al negatief. Dus op zich zou er ook niks aan de hand moeten zijn. Waarschijnlijk heb ik gewoon een verkoudheidje eroverheen. En de vermoeidheid van de afgelopen dagen. Dus gelukkig ben ik nu alweer iets fitter en gaat het wel oké. Dus afscheid nemen hier. Super jammer, want ik heb het echt heel leuk gehad. En dan op naar de trein. We gaan ervoor. Op halve kracht. Ja. Nee.
Naar Aarhus vanuit Bramming. Ik heb het ontzettend naar mijn zin gehad op deze plek. Echt, de mensen waren fantastisch. Ik heb heerlijk gegeten. Ik heb de omgeving leren kennen. Ze hebben me alles laten zien. Dus dat was echt superleuk. Ik heb een leuke tijd gehad. En nu ga ik dus naar Aarhus. Als ik zo op het station kom, moet ik eerst even testen. Want ik heb wat klachten. Maar ja, dat kan natuurlijk ook gewoon door mijn ziekte komen. Want alle klachten horen daar ook bij. Dus dat is nu wel even spannend. Maar wat ook spannend is dat ik weer niet helemaal weet waar ik terecht ga komen. Ik ken het gezin waar ik nu ga slapen namelijk ook niet. Dus dat wordt ook weer één groot avontuur. En nieuwe ontmoetingen, leuke dingen. Ik ga allemaal leuke dingen doen. Dus ik kijk ontzettend veel naar uit. En mochten jullie dat nou ook willen volgen, abonneer dan even op mijn kanaal. En doe vast even een duimpje omhoog op deze video als je me op weg wil helpen. Dat zou natuurlijk super leuk zijn. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Doei!